elke Nederlander kent natuurlijk Jacques d'Ancona van als het meest kritische en meest zeikerige jurylid van Nederland. Hij zei gewoon, het is niet goed. Heel zelfbewust, hij weet wie die is, wat hij kan. En daar gedraagt hij zich ook naar. Hij is pedant, hij is aanwezig, hij is goed onderlegd. En dat mag iedereen weten ook. Mijn hond had ik beter afgericht dan Jacques. Mijn vriendin uit die dagen was de dochter van een internationaal voetbalscheidsrechter uit Groningen. Suzanne Schipper. Ik kwam s'avonds laat een keer, toen ik Suzanne keurig had thuisgebracht, s'avonds om 10:30 van een clubavond van de school. En toen zei vader, ik moet morgen fluiten in Tilburg. Toen zei ik, bent u solist in een orkest? Wel nee, zei hij, ik ben voetbalscheidsrechter. O, zei ik, dat lijkt me leuk. Ik kon niet voetballen, dat leek me heel erg prachtig om dat te gaan doen. En 8 weken later was ik voetbalscheidsrechter na de cursus met goed gevolg te hebben doorlopen. Ik was redacteur van het clubblad van Bikwik, samen met iemand die de zoon was van de chef sport van het Nieuwsblad van het Noorden. En die zei, wil jij op zondagavond niet assisteren op de sportredactie? Uitslagen binnenhalen, verslagen maken, uittikken, noem maar op. En later mocht ik ook, daar gaan we, theater recenseren. Mijn liefde voor het theater, mijn ouders namen me mee naar de Stad Schouwburg. Allerlei voorstellingen gezien, musical, cabaret, toneel. Vanaf mijn 12e, 13e en vanaf mijn 15e ging ik zelfstandig. Voorstellingen bezoeken, soms 2 in de week. Heerlijk. Ik werk inmiddels dus 60 jaar bij het Dagblad, want ik ben op mijn 19e begonnen. Ja, en ik ben natuurlijk gepensioneerd toen ik 65 was, dus ik ben al 15 jaar met pensioen. Maar werk nog steeds. Ik heb een deurkaart, ik heb een eigen inlogcode, ik heb een scherm bij de cultuurredactie. Kortom, ik heb entree als ik 's avonds laat naar de voorstellingen binnenkom, dan ben ik er. Jacques kan prima alleen zijn zolang hij werk heeft. Hij zit ook het liefst op de redactie als iedereen daar weg is. Dus dat is lekker 's nachts na de voorstelling. En als dan de redactie leeg is, dan zit hij in zijn element, dan heeft hij alle rust, dan heeft hij concentratie, dan kan hij werken, dan kan hij tikken, dan gaat hij zijn recensie schrijven. Alleen buiten zijn werk moet hij wel mensen om zich heen hebben. Hij is een erg gezelligheidsmens. Werken voor Jacques betekent eigenlijk, ik ben er nog steeds. Dus ik besta. Ik pak mijn kladblok en ik zit in het theater. Ik laat me zien en je hoort van me. Werk gaat altijd voor. Maar dat vindt hij leuk en dat blijkt ook uit het feit dat hij het nog steeds doet. Ik begrijp dat wel, dat hij het leuk vindt. Ik wil straks het licht uit. Hey Harry, goede reis. Hoi, tot ziens. Misschien tot morgen. Zeker.